Thank you, ladies and gentlemen. First leg is Hang the Two first game on. We zijn weer aanbeland bij de staande darters. Dit is Henk Jager, die heeft het gooien 41. Op de boel gewonnen voorafgaand aan deze wedstrijd. En mag dus beginnen. En inmiddels 16. Naast mij aangeschoven nieuwe co-commentator, kerstverse co-commentator. Net nog de coach, mag ik dat zo noemen, van Ien Snelleman? Ja, gewoon de supporter. Een hele goede supporter. Een hele terzakenkundige supporter en terzakenkundige co-commentator Aileen de Graaf. De winnares van onder andere de BDO World Trophy in 2017 en in 2015 de Winmar World Masters. En ook al een aantal keer op Lakeside gestaan natuurlijk. Absoluut, ja. 25. Jouw debuut als commentator? Nou ja, ik heb wel eens op de Dutch Open commentaar gegeven. Ja? Zo, maar, en een keer in Engeland, maar dit is wel veel beter om in het Nederlands te spreken. Oh, dat moest in een andere taal allemaal. Ja. Okay. In je moerstaal gaat het toch wat makkelijker allemaal. 16. Dat zeker, ja. Ja, Henk Jager tegen Michelovic van Velsen. Ken je de mannen? Ja, absoluut. Ja, Henk Jager weet het goed. Ik heb hem op de Dutch Open zien spelen. Hij verloor toen de laatste 8. Vandaar dat hij zich ook voor dit toernooi geplaatst heeft. Ja, Michel, ja, ik ben van die is eerst op de NDB geworden. En ja, die zie je natuurlijk regelmatig op die toernooien. Line. En beide heren ook vooraf even gesproken voor het toernooi, van hoe ze erin stonden en zo. Dus dat was 100. Wel heel leuk om En om hoe stonden ze erin? Ja, goed, ontspannen. Ze hadden er heel veel zin in. En ja, ook even nagevraagd van hoe komen ze nou daadwerkelijk van, aan de bijnaam. Dus dat was ook wel heel mooi om te horen eigenlijk. Maar Henk Jager, ja, die werkt op een hellingwerf. En vandaar Hellingbeer. En hij is wel breed geschapen, vindt hij zelf. Dus vandaar deze bijnaam. Breed geschapen nog wel. Ja, dat vindt hij zelf. 101. Ja, Michelovic. 112. Die heeft nog geen bijnaam. Klopt. Dus hij zei ook van alles, alles mag binnenstromen. Dus, nou. 18. Jager. Hij heeft de dubbel 16 staan voor zometeen. In zijn eigen lek. 59. Thank you, require 32. Hellingbeer. Met die prachtige opkomstmuziek. Bad to the bone. Dat past wel goed bij zijn naam, ja. Michel Jurikoa, 124. Van ZZ Top. 124. 56. Thank you, require 32. Dubbel 8 voor Henk Jager. And that's game short in the first leg. Henk Jager. Second leg is Michel de Two first. Game on. Twee debutanten dus hier nu. 81. Michelovic van Velsen die mag beginnen aan de tweede leg. Want team de Katuxen, dat zal Katwijks voor Katwijk zijn. De Katuxen dartvogels. Ja, dat is een onderdeel van de Katwijkse dartvereniging. Die heeft hij samen met zijn vrouwtje Patricia in 2016 opgericht. Daar is hij nu voorzitter van. En daar speelt uiteraard Inske Snelleman, speelt bij die vereniging ook. 41. Hij met de opkomstmuziek mooier dan 16. Mooi. En de nummer 1 van de Nederlandse ranking op dit moment. Zeker weten. 42. Maar dat betekent nog niet dat hij Henk Jager ook zomaar even verslaat. Ja, het is natuurlijk wel een heel groot
toernooi voor deze deelnemers. Dus het is geweldig dat dit toernooi wordt georganiseerd. Maar om er even te staan en hetzelfde te doen wat je altijd doet, dat... 134. Mooi weggezet. In theorie. Mission you require 84. Als hij even zijn best doet, een 17 darter voor Van Velzen. Nou, die komt er dan niet. Kleine hapering op weg naar de finish. Mission you require 49. Maar hij krijgt nog wat meer tijd van Henk Jager. Let's make sure that the second line, Misha van Velzen. Third leg is Henk de Troo first, Gima. Eén. Gemaakt door Michelovic van Velzen. 100. Een lekkere start van Henk Jager in de derde leg. Ja. 121. Het begin van Van Velzen is nog beter zelfs. Ja, hij mag dan de nummer 1 van de Nederlandse ranking zijn. Henk Jager is als derde geplaatst op dit toernooi. Bij de staande darters. Vier van de 8 deelnemers per groep zijn geplaatst. 41. 9. Daar is Cliff de Ruiter blij mee dat hij eindelijk in beeld komt. Ja, we hadden hem bij de vorige wedstrijd ook uitgebreid in beeld. Oh, dat is mooi. 12 is die uitgeschakeld, maar 100. Hij blijft er gewoon bij. 22. Hopelijk zet hij mooi weg. 77. Dat was het kamp van Velzen. Michel Jurikwam, 148. De eerste non ook gearriveerd, zo te zien. Ja, die is er vroeg bij. En ook nog twee, hoe noem je dat? Biechtcellen hier aanwezig in de kerk. Dus iemand die nog darts zonden te bekennen heeft, die kan hier ook terecht. 72. Michel Jurikwam, 63. Tops. 23. Thank you, require 102. Kan nog. 63. Mission, you require 40. Tops voor Van Velzen voor de break. Let's make sure that the third line. Mission Van Velzen. Board luck, it's Misha de Troo first. Game on. Tot tevredenheid van de Katwijkenaren. Maar Misha is wel echt een speler die heel enthousiast kan reageren. Dat vind ik altijd wel heel mooi om te zien. 11. Misha die een deel van zijn rechterarm mist. 16. Vorig jaar begonnen met paradarten. Ja, Inske Snelleman heeft hem weten te overtuigen. Ja, hij moest even overtuigd worden. Ja, ja, hij speelde gewoon een competitie. En ja, Inske zei ook van, nou, er zijn ook paradarters. En zij deed daar aan mee. Dus en, nou, hij heeft er heel lang over moeten zwoegen. Maar toch uiteindelijk die overstappen weten te maken.
van de valide darters naar de paradarters. Ja. 18. Goeie lek van Henk Jager. Dan 9 pijlen op 161 en een finish dus. Ja, dat is niet verkeerd. 45. Henk Jager, 161. Moet natuurlijk ook terugkomen in deze wedstrijd. Hij mag geen leks meer weggeven in deze best of 5. Hij heeft wel wat tijd. 26. Maar 26, daar word je even niet vrolijk van als hellingbeer zijn op dit moment. 59, thank you, require 135. Triple 20 voor Boel. Nee, enkele 5. 87. Wel een hele goede triple 19 erachteraan, 48 over. 45, thank you, require 48. Van Velsen gooit rechtdoor, wat hem in het geval van een triple ook niet op een finish zou hebben gebracht. 24. Gooit hem tegen de 2 van het getal 12 aan. En die laatste pijl die knalt er ook snoeihard weer vanaf. 31. You require 24. Een nieuwe poging. That's game shield in the fourth leg. Henk Jager. En voor het eerst vandaag. Fifth and final leg is Henk de Troe first. Game on. Gaan we naar inderdaad de fifth and final leg. All the way. Naar de rebreak van Henk Jager. Die een afzwaaier produceert met zijn eerste pijl. Die ging rechtsaf bij Hoevelaken. 24. Het is altijd wel moeilijk om na een juiching of even die adrenaline die je krijgt van die gelijkmaking, om weer terug naar de focus te gaan. Ja, dat is een kunst op zich. Ja. Ja, en wie van deze twee kan nu het beste met de spanning omgaan? 30. Wie van deze twee wordt vanavond in de halve finale de tegenstander van Jackie Goedhals? Ja. 123. Mooi laatste. Nou, we hebben 2 breaks op rij gehad. En 27. De derde zou dan voor Van Velzen moeten zijn die een voorsprong heeft opgebouwd, maar de laatste score die valt dan een beetje tegen. 78. Colin Marco Meijer moet even snel bekijken welke score dat was. 95. Ondertussen. Van Velzen die op een finish staat. 47. Michel Uriguay 156. 20, maar geen tweede triple 20 erbij. Voor de dubbel 18. 60 over. Dus 20 en top zo dadelijk voor de wedstrijd. Michelovic van Velzen. Bij zijn debuut. 24. Michel Uriquar 60. Op de Heek Disability Darts Invitational. Gesponsord door Vegro. Sinds dit jaar. 20. Maar heeft wat moeite met het raken van het grote vlak. 41. 3 matchstarts. Michel Uriquar 40. Voor Katwijk. Shot aan Michel van Velzen.
Derde break op rij inderdaad. Michelovic van Velsen. Een prachtige omhelzing met Henk Jager aan het eind. Beide heren debuteerden en Van Velsen gaat meteen ook maar door naar de halve finale tegen Jackie Goethals. Win met 3-2 van Hellingbeer Henk Jager. En ook na afloop steelt hij de show. Dames en heren, mag ik een heel groot applaus voor Henk Jager. En de nummer 1 van de NWB-ranking van afgelopen jaar staat nu inmiddels in de halve finale. Mag ik een heel groot applaus voor Michel van Velsen.